Ja, jullie zijn vandaag op de kindermarkt. Kinderactiviteiten hier op de markt in Ede. Ja, kinderen kunnen hier workshops volgen op het gebied van sport, spel, maar ook creatieve workshops. Ze kunnen achter vaardigheidsoefeningen doen met allemaal leuke schminkwerkzaamheden, maar ook knutselen, van alles wat je maar kunt bedenken. De meest opvallende, ja, dat vind ik best wel een hele moeilijke. Maar wat ik altijd leuk vind als je naar sport- en speluitleen gaat kijken, daar staan ontzettend veel kinderen, alle leeftijden. En daar zijn gewoon simpele spelletjes, maar ook de luchtkussens. En iedereen staat daar gewoon gemoedelijk, rustig te wachten tot ze aan de beurt zijn. Vind ik leuk om te zien. Met de kinderen. Gezelschap. Mooi weer. Ja, en wat voor reacties krijg je van de kinderen? Ja, dat ze het leuk vinden. Ja, want het is wel heel erg druk bij jou eigenlijk, hè? Ja, heel erg druk. Ja, dat is een goed teken. Ja, mooi weer, leuke mensen. Denk je dat de ouders zich ook wel vermaken hier zo? Ik denk het wel. Ik weet het wel zeker. Ja. Heel gezellig. Heel divers. Goede promotie voor elke sportvereniging hier in Ede. Moeten ze zeker elk jaar weer terug laten komen. Hey, en wat vinden de kinderen van de spelcomputers? Nou, zo te zien, hartstikke leuk. Er wordt veel gespeeld, dus. Wat gaan er wel eens dingetjes fout? Ja, dat gebeurt wel eens, maar gelukkig is heel veel. Wat gaat er dan fout? Kun je een voorbeeld geven? Nou, pas zaten ze aan de afstandsbedieningen. En voor de DVD spelen en dat mag gewoon niet. En wat ben jij zo hier allemaal aan het doen? Rondlopen om dingen te kopen en boodschappen te doen. We zijn hier sowieso voor het podium, want daar moeten wij op dansen. Nou, we hebben net dat gedaan. En wat, in zo'n rek. Vond je dat niet eng? Nou, de eerste keer schrok ik een beetje en de tweede keer ging je in het grootste rad. Dus dan ging je heel hoog. Hey, en vandaag, je bent nu net naar het judo gegaan, waar ga je nog meer kijken? Misschien dat ik nog met die soort ballen, nou dat je erop moet zitten of staan in het midden en dan ga je rollen. Oké, en wat doe je zelf voor sport? Tennis en gitaarles. Ja, maar gitaar is natuurlijk geen sport, hè? Nee. Nee. Dan gaan we dan samen tennissen. Ga je het mij leren? Oké. Hey, high five. Goed zo.